De vrijze van de trekkerij. We kijken eerst naar Nick Razenberg, want we hadden het net over Maden. En die jongen die komt uit Maden en die gaat daar zijn Swedish Legend eens eventjes hoog in toer brengen. Althans, 2700 maar wel maximaal. Oeh, wat duurt dat lang weer, die turbo druk, we zien het aan de lampjes. En nu gaat hij los. Oh, sterk hij dan met de kap. Bartje heeft lang genoeg aan de kennis te ruiken, die gaat hem optoeren. Oh, wat gaat er? Daar hoor je ons. Komt ie! Dus als ze maar op een Fiat gaan zitten, de Fiat heeft altijd een beetje de oranje-achtige kleur. En die kleur die hou je, vast zelf als rood van de zetel, groen van de chauffeur, en groen van de vent. De rood van de Vanessa, kijk eens, deze pakt toch al een kleur. Dat is een zaadje hier in die laatste. Elkaar voor de zin in, maar dan komt Kees. En we geven Kees even een applausje mee. Hè? Want als die mensen kwad als een kruik hebben, moet je wel een beetje gas geven. Want anders gaan we dan niet voor applaudisseren. Kom Kees, gas, gas, gas. Hij kan dat veel harder. Hij is een beetje serieus, Kees. Inderdaad, de rondtoeren, zoals jij al zei, Erik, van de Carpenter. Waar het Jan van der Weijer is, die als we het competitieverhaal er even naast leggen, de laatste wedstrijd goede zaken gedaan heeft. Die eigenlijk de laatste drie wedstrijden al goede zaken gedaan heeft door de klasse te winnen. En daar ben je groot trots van 3 punten in de competitie en opgebouwd. Op de rest. We gaan eens even kijken hoe dat het hier voor Kees van Dalen, de man uit Achterberg, hier allemaal in Achterkerken, gaat aflopen. Langzaamaan aftoeren van de Inter 856, dames en heren, Red Indian. Nicholson, kan hij wel finale rijden? Is eventjes een brandweerman. Ja, oh, de brandweerman. Ja. Ik heb alle brandweers hier gewaarschuwd, hoor, dat ze me hard moeten kunnen rennen.
Kijk, Nick Rasenberg gaat hem optoeren in zijn poging naar de finale te gaan. Oh, zien we dat eens. Grip heeft hij wel, maar hij maakt het dan alles precies boven de 100 meter. En eentje door de 110. Die wil maar niet soepel aangrijpen. Hij krijgt de kop, hè? Dat betekent dat ik de finale van 4 in de Supersport 3,4 promo met daarin toch wel heel mooi, in ieder geval ook een optreden van Red Indian. Die twee keer over een derde plek, denk ik, dit seizoen als beste resultaat heeft weten te laten noteren. Maar de Carpenter en Batje, die elkaar natuurlijk niet zoveel ontwijken als het gaat om de kop in deze klasse. De Carpenter 94 punten en deze Batje 91. 3 punten verschil en Batje trekt hem af, aan de draaien. Na Aagtekerken gedeelde eerste plek in de competitie van 3,4 ton zou kunnen hebben. Aan de sleepwagen aan de overkant kun je nu goed zien dat daar mensen aan bezig zijn. Dus daar komt geen grote mobiele kraan bij aan te passen om die sleepwagen te verzwaren. Maar daar wordt gedraaid. En of dat dan ook met een mes te maken heeft, dat weet jij misschien een beetje als ik, Erik. Maar normaal gesproken, als er bijvoorbeeld op de key moving met die grote sleutel gedraaid wordt, dan wordt er meer mes ingezet. En ga je dus ook zien dat er nu in sommige klassen, aan jouw kant, daar waar de compact diesels rijden, dat daar exacte kopieën rondrijden van degene die hier straks 1-op-1 live gaan aanhaken. Kortom, we hebben de moving mountains gezien uit de Redneck. Kortom, er staan er een aantal meer bij tussen. Exacte kopieën en maakt u even een rondje hier straks door het renniskwartier heen, wat ook gewoon volledig vrij toegankelijk is. Daar staan vaak die kopieën naast de 1-op-1 en dat levert hele mooie beelden op. Hier het langzaamaan klimmen in toeren van de man uit Milhezen. Bouwvakker van beroep en hier een absolute uitlaatklep en drachtvergoeding liggen. Jan van der Weijer op de kaartpunten. Helemaal zo dat hij loopt zoals ze bedacht hadden dat hij moest lopen. Deze hul is eventjes een witte rook. En witte rook is normaal gesproken een kapotte turbo of een nieuwe paus. En op dit moment wachten we even tot de rook om ons hoofd verdwenen is. Meestal komt er gelukkig staat de wind goed, hè? En anders krijg je s'avonds van die discussies. Dan zeg je s'ochtends ik ga naar de trekken en dan kom je s'avonds thuis. En dan haal je die één keer uit en dan ruiken ze een lichte bierlucht en dan zeggen ze, je hebt zeker de hele dag op terras gezeten. Maar als je kleren dan nog goed naar de rook stinken, dan ben je die discussie in ieder geval kwijt. Hij kan het wel verzinnen, hè? Nee, en ik zie dat het helpje weer af is op het moment